Aad Sperling is een van hen. Bijna 30 jaar zit hij op de vuurtoren. En hij wil één ding graag meteen duidelijk maken. De tijd dat de mannen hierboven met een pet op en een verrekijker over zee stonden te turen, ligt al heel ver achter ons. Het gaat al sinds jaar en dag met radar en beeldschermen. Dat is dus zoveel mogelijk informatie aan de scheepvaart verstrekken om een veilige doorvaart mogelijk te maken. Met de wintermaanden of de zomermaanden, dat is het verschil is heel erg groot. Nu gaat het vooral voor de visserij en dan ook voor de weersomstandigheden, voor de golfhoogtes en noem maar op. Toch worden de menselijke ogen op de toren ook gewaardeerd. Vooral in het drukke zomerseizoen zijn die nog hard nodig. Dat visuele beeld dat je vanaf de post ziet, dat is natuurlijk een goede aanvulling op je radarinformatie. Dat vindt niet alleen het kabinet, ook de mensen in Oudorp vinden die vuurtorenbemanning hartstikke handig. Je kan allerlei vragen verwachten van krijgen we nog regen, want ze willen een of andere activiteit op dorp houden. Dan willen ze toch nog, al is dat je op de computer alles uit kan lezen, maar dan willen ze toch nog graag weten van wat denk je zelf. En als wij zeggen van er komt regen bij, dan komt die mestlok echt wel. Het weer is niet alleen zichtbaar van hieraf, natuurgeweld is ook voelbaar. De aardschokken in Limburg in 1992 en in Engeland in 2008 kon Aad boven in de toren voelen. Om 8:00 was dat op zaterdagmorgen, ik weet het goed. En ik voelde eerst een trilling door die toren gaan. Dat was even een vreemde gewaarwording, maar dan even Google zoeken. Even later stond erop dat er een behoorlijk aardschok geweest was in Engeland. En dat was precies zo'n 11 seconden met de tijd die ik op de computer kon vinden. En ook een flinke storm is binnen te merken. Bij storm was de windkracht 8, dan zit er wel al wat beweging in. Bij windkracht 9 en 10, dan staat die echt wel zo te bewegen dat je koffie goed en je kopje heen en weer ziet gaan. De vuurtoren is ook belangrijk bij de redding van drenkelingen. Dat zijn de momenten die Aad zijn bijgebleven. Dat was een sportvisbootje, dat was al jaren terug in april. En dat lag, dat was ongeveer deze weersomstandigheden, dat lag hier tegen de branding aan te vissen. Met twee man aan boord. En ik zag gewoon, dat komt niet goed. Ik kon die mensen niet bereiken. Ik had geen communicatie met ons aan boord. Ik heb van alles geprobeerd om die mensen te waarschuwen. Zelf zagen ze dat schijnbaar dat gevaar niet. Ze lagen te hengelen en die branding. En op een gegeven moment, toen keek ik weer op en toen lag de boot ondersteboven. En dan duurt dat gewoon een half uur voordat die reddingsboot te plaats is. En dat half uur, dat stond ik doodsangst uit dat die mensen dus die boot niet vast kunnen houden. En dan is het echt wel spannend. En die mensen zijn ook altijd weer gered, gelukkig. En saai hierboven? Wel nee, het uitzicht blijft boeien. Na al die jaren vind ik het nog steeds prachtig. En dat zal ik ook missen als ik hier niet meer werk, dat uitzicht. Ook die, want het is natuurlijk, al die jaren zag je van het is altijd hetzelfde, maar de natuur is natuurlijk nooit hetzelfde. En nu zie je weer alles wit van de sneeuw. Dan zie je zomers soms met een is mooi weer en dan komt er smiddags een zware onweersbui. En dan zie je van de ver, vooral in het donker al ver aankomen, dan zie je dat ze op je afkomen. Dat is altijd, die natuur is toch elke keer weer anders. En dat, van het uitzicht geniet ik nog altijd van. Dat zal ik echt missen als ik hier niet meer werk. Eén keer per uur leest Aad Sperling het weerbericht voor de scheepvaart. Alle schepen, post Oudorp met scheepvaartbericht voor het Deltagebied van 11:30. De wind die is noordoostkracht 7. De golfhoogte aan de ooster 190, goede platform gemiddeld 270 centimeter. Post Oudorp. Maar verder is het in de kerstvakantie niet heel druk. En krijg je een keer telefoon? Met de post Oudorp. Oké. Ja, bedankt. Daar. Ik heb verbonden. Zul je altijd zien. Volgende week zit Aad Sperling voor het laatst op de vuurtoren in Oudorp.